Juist. Hij deed goeie bal, voorzitter. Juist. Dit is de opdracht voor de slotrit. De start is vanaf de markt in Terneuzen. Dan gaat het kriskras door Zeeuws-Vlaanderen. Onderweg krijgen de renners te maken met 12 kasseistroken. De finish ligt na bijna 196 kilometer op de binnenvaartweg in Terneuzen. De renners hebben er zin in op deze eerste Pinksterdag. Al na een paar kilometer heeft een man of zes een gaatje geslagen. En er zijn er nog meer op komst. Er komen er uiteindelijk 12 voorop en die pakken snel een mooie voorsprong. Dit zijn de koplopers en wat opvalt, Skill Shimano heeft 3 man mee. Waaronder de nummer 4 in het algemeen klassement, de Duitse Roger Kluge in de witte trui. Hij heeft zijn ploegmaats Robin Chenot en Bert de Bakker mee. En in het laatste wiel is dit de rode truidrager Michael Matthews van Rabobank. Hij staat 5e in het klassement. Maar omdat die twee zo kort in het klassement staan, laten Matthews en Kluge zich niet veel later terugzakken in het peloton. En houden we 10 leiders over. Het peloton laat de 10 begaan. En na 60 kilometer hebben ze een maximale voorsprong van 5 minuten en 10 seconden. In dat peloton de drager van de gele puntentrui, Theo Bos, sprinter van Rabobank. De nummer 2 in het algemeen klassement. Hij heeft 4 seconden achterstand op de man in de blauwe leiderstrui, de Duitser Marcel Kittel. Hij won zaterdag de etappe in Goes. 23 jaar is hij nog maar. Hij boekte dit seizoen onder meer 4 ritzegers in de Vierdaagse van Duinkerken. We zien ook de enige Zeeuw, Hans Dekkers uit IJsendijken. Hij is op de weg terug na een virusinfectie. De koplopers in Breskens na 80 kilometer. Het zijn Diego Caccia van Varnese Fini. Goris en Smits van Veranda's Wilms. De skillrenners De Bakker en Chenot. Gorik Gardijn van Vacances Soleil DCM. Martin Mortensen van Leopard Trek. Rosendo van Andalusia Caja Granada. Cédric Pinot van FDG. En Braziliaans kampioen Fischer van Garmin Cervelo. De achterstand van het peloton is hier bij IJsendijken zo'n 2,5 minuut. Het peloton wordt aangevoerd door de skillmannen. In totaal moeten 12 kasseistroken worden bedwongen. Hier een klein akkefietje tussen Katja en Goris. De een rijdt nu eenmaal beter over de steentjes dan de ander. Met nog zo'n 80 kilometer te rijden is er één man ontsnapt vooraan. Het is Martin Mortensen van Leopard Trek. De 26-jarige Deen kan goed tijd rijden. En hij rijdt voor die Luxemburgse ploeg die in de Giro op tragische wijze haar renner Wouter Weiland zag verongelukken. En te gast in de ploegleidersauto in deze Delta Tour is de vader van Wouter Weiland. Mortensen krijgt een maximale marge van een kleine minuut op zijn medevluchters. Maar met nog zo'n 50 kilometer te rijden komt het vooraan uiteindelijk weer bij elkaar. Ook daarachter zijn ze dan in gang geschoten. Met name Rabobank en het Franse FDG voeren het tempo op. Het verschil loopt dan heel snel terug. We zien Fischer achterom kijken. Dat doet ook Mortensen. Meer dan 150 kilometer hebben de mannen voorop gereden. Nu worden ze bijna ingerekend. We zitten in de laatste 20 kilometer in de richting van Axel. Worden de koplopers in kleine groepjes opgeslokt. De finale kan dan echt beginnen en we krijgen vrijwel direct een nieuwe aanval. Rabobankrenner Jos van Emden, de nummer 3 van het algemeen klassement, krijgt 3 mannen mee. Van Emden won de proloog afgelopen vrijdag in Vlissingen. Twee Fransen, Vaugrenard en Ofredo, zijn met hem mee en ook Kluge is mee. Die staat 4e in het klassement. Een sterk groepje, maar ze gaan het niet redden. Met nog 4 kilometer te rijden in de straten van Terneuzen worden ze gegrepen. En dus krijgen we weer een massasprint op de binnenvaartweg. Iedereen let op Kittel in het blauw en Bos in het geel. In Goes de nummers 1 en 2, maar zij gaan het in Terneuzen niet redden. In het zwart-wit is het de Belg Steven Kaathoven van Veranda's Wilms die het haalt. Voor Bosmans en Hammond. Een verrassende top 3 toch wel. Bos eindigt als 6e, Kittel als 7e. Maar het is genoeg voor de Duitser voor de eindzegen. Hij houdt 4 seconden voorsprong op Bos. En 6 seconden op Van Emden, Kluge en Matthews. U ziet de top 8 in de eindstand. En Hans Dekkers uit IJsendijken. Hij eindigt in het peloton en wordt in de eindstand 64ste. Today our goal was also to do a lead out for the sprint in the end, and yeah, it was difficult. There was a lot of fight for the positions, and yeah,
we were not really fresh. I had not that many guys. I was in the wrong position, but luckily I was on the wheel of Bos and he was not under the first three riders, so it was good for us. En die proloog waar ik zesde was, eigenlijk mijn beste uitslag in de proloog tot nu toe. En gisteren tweede, dat was ook goed. En vandaag zat ik ook mee voorin. Dus het is allemaal goed, maar het is geen uitschieter. Dus ja, dan word je tweede in het klassement. En ja, als ik nu terugkijk, had ik liever een uitschieter met een etappe-overwinning en 20ste in het klassement dan deze uitslag. Ja, ik heb echt een dienst gedaan. Ik heb gewoon mijn best gedaan. En ik denk dat ik met 2 dagen bijna 200 kilometer toch weer een stapje heb gegeven.